Bert-Jan, welkom. Leuk dat je komt koken vandaag. Wij gaan vandaag het dessert maken. Waarom heb je voor het dessert gekozen? Nou, normaal kook ik thuis hoofdgerechten. En een dessert, dat is iets wat je meestal gewoon kan klaarhaalt. Dus ik vond het een leuke gelegenheid om eens te leren hoe je ook een dessert gewoon zelf makkelijk kan maken. We gaan vandaag een chocolademousje maken. Ik heb hier een recept. De chocolade breken in kleine stukjes, dan smelt die wat sneller. Die smelten au bain-marie. De damp van het water, dat komt op de pan terecht of op de bekken terecht en daardoor smelt die mooi egaal. We gaan nu de eitjes scheiden. Het eigeel, het eiwit willen we apart hebben. We hebben een makkelijke manier om het te scheiden, door middel van een leeg flesje. Je zet hem erop, knijpt hem in. Je hebt hier alleen het eiwit, hier alleen het eigeel. De suiker is toegevoegd. We gaan hem nu mixen. Wat heel belangrijk is dat je een brandschone bekken gebruikt. Als er een druppeltje water in zit, als het een beetje viezig of vettig is, dan klopt het eiwit niet stijf. Nou, dan is hij klaar en om te testen of hij stijf genoeg is, dan hou je hem op zijn kop, boven je hoofd. En als er dan niks uitvalt, dan is hij goed. Mag ik hem ook boven jouw hoofd houden? Uiteraard. Ga nu het eiwit erin spatelen. Ja. Wat dan belangrijk is, is dat je hem er langzaam doorheen spatelt. Dus dit wil je zo luchtig mogelijk houden. Als je heel veel gaat roeren, dan sla je eigenlijk alle lucht weer uit. Dus je wil hem eigenlijk gewoon rustiger doorheen spatelen. Ja, zo gaat hij goed. Echt het omslaan, alles meepakken met de spatel goed langs de zijkantjes. Dat één mooie, egale chocolademousse wordt. Glaasjes zijn klaar. Ja. Dan gaan we die vullen. Daarna gaan ze de koelkast in. Dan kunnen ze wat opstijven. Ja, rustig gieten. Nou, de chocolademousse heeft een tijdje in de koeling gestaan. Die is mooi opgestijfd. We hebben een mooie koelie gemaakt van sinaasappel. Die gaat er overheen. We maken hem wat af met amandelschaafsel. Oké. Het dessert is helemaal klaar zo. Je vertelde me dat je normaal altijd het hoofdgerecht maakt op de kerst. En je hebt nu een mooi kerstdessert om op tafel te zetten. Nou, dat ga ik zeker proberen. Dat is makkelijker dan ik dacht. Helemaal goed. Eet smakelijk. Ja, jij ook. Die heb je overtroffen. Dat gaat er wel in, ja.